Wil jij geestelijk groeien en groeien in geloof? Mis dan geen een van onze video's. Abonneer je even op ons YouTube kanaal. Zet het belletje aan en je hoeft niks meer te missen. Je wordt opgebouwd, je wordt gezegend en bemoedigd. Welkom bij een nieuwe Voice of Fate. Een hele goede avond. Fijn dat je, ben, dat je al bent ingetuned. We hebben vandaag weer een heerlijke nieuwe serie die we gaan starten. En dat gaat over de kenmerken van een dienstknecht van God. En uh, ik heb er veel verwachting van. Uh, deze, deze les vanavond, uh, die doe ik dan alleen. Maar uh, we zullen uh, ook, uh, zal ik samen met uh, Tom een aantal, uh, een aantal avonden op ons nemen. Gewoon om in Nederland goed neer te zetten. Wat zijn de kenmerken van een dienstknecht van God? Wat Nederland nodig heeft... Zijn dienstknechten die hun leven volledig hebben neergelegd voor de koning. En ik geloof dat als we dat sterk neerzetten, dat mensen nog beter beeld zullen hebben van wie ze zijn in Christus, maar ook waartoe ze toe geroepen zijn en wat de kenmerken zijn. En ik geloof dat dat zo enorm je gaat helpen om nog verder te groeien in je geloofsleven, in je bediening, in datgene waar God je voor geroepen heeft. En daarin willen we je vandaag graag meenemen. En uh, nou, zo, uh, iedereen stroomt natuurlijk lekker binnen om, uh, om deze uitzending te kijken. Uh, geweldig dat je er bent. Um, heerlijk, we gaan een nieuwe serie zijn we aan het starten. Dus uh, wees welkom. Um, allereerst heb ik een aantal mededelingen voor, um, om te beginnen. Um, allereerst um, is de BLESS-conference... We hebben net, afgelopen weekend is de, is de conferentie geweest, de genezingscampagne in Zwolle. En uh, dat is uh, een geweldige, een geweldig mooie getuigenis geworden voor dat gebied. Uh, dat God is een God van wonderen. Hij is niet veranderd, Hij is vandaag, gisteren en heden tot in de eeuwigheid dezelfde. Hij is Jezus Christus die geneest, die mensen opricht. En uh, ik weet ook heel veel getuigenissen van mensen die gingen evangeliseren, zoals studenten, waarin gewoon hele gave dingen gebeurd zijn. En dat brengt echt iets in beweging, zo'n campagne. Dus uh, dat is super gaaf om te zien. Dus dat is, ons, uh, dat is achter ons. En er komt alweer een nieuwe conferentie in december, uh, 14 tot 17 december is de Bless Conference. Wat een geweldige conferentie is, waar we het juist willen neerzetten. Wat is voorspoed? En hoe, hoe ziet de Bijbel dat? En wat is de zegen van God en de gunst van God op je leven? En ik geloof dat het een enorme boost gaat zijn voor je leven, voor hoe je denkt en dat het heel veel dingen om zal zetten. Het zal de heilige koeien soms in je denken geslacht worden, maar dat is alleen maar, leidt dat uiteindelijk tot groei en tot bloei. Uh, in je geloofsleven. Dus ga naar de website, uh, ga naar de agenda waar je aan kunt melden: www.frontrunnersministries.nl of frontrunners.nl. Um, maar ga daar naartoe en um, uh, daar, zul je, daar kun je je aanmelden voor deze geweldige conferentie. Dus doe dat, uh, want uh, mis het niet, want dit wordt een uh, knaller. Dus uh, helemaal geweldig. Nou, in september zijn we gestart met uh, de Fulltime Revival and Ministry School. En uh, momenteel hebben de studenten vakantie. Maar uh, we hebben al zes weken echt geweldige weken achter de rug. En als ik kijk wat, uh, wat er gebeurt binnen de school. en hoe deze jonge mensen, hoe deze mensen die zich hebben aangemeld, enorm worden opgebouwd. Uh, in hun kracht, in hun bediening, uh, maar ook gewoon een stuk fundament wat wordt schoongeveegd, waar gewoon nieuwe dingen worden geplaatst en waarin zoveel kracht en zalving is, waar geweldige leraren zijn gekomen om, uh, om, uh, om toerusting te geven aan deze 24 Bijbelstudenten. En ik geloof gewoon dat, dat deze school je echt gaat helpen. Om in je roeping te gaan wandelen. Datgene wat God op je leven heeft gelegd. De ene is een prediker. De andere zal een volganger worden. De andere zal juist een bediening starten. De andere zal juist heel goed zijn in het ondersteunen van bedieningen. Maar één ding is zeker. Er is training nodig. Er zijn geoefende mannen nodig. Om te gaan staan in het evangelie van Jezus Christus. En daar bekwaam in te, bekwaam in te worden. Zoals ook. De discipelen drie jaar zijn meegelopen met Jezus om uh, gewoon in de keuken te kijken van hoe bediening werkt, hoe staat het, hoe ziet de organisatie eruit en al die dingen die daaromheen zitten. Dus uh, sommigen die worden verrast omdat ze, ze hebben wel de zalving en ze hebben de kracht van de geest in zich. Maar tegelijkertijd zijn er nog zoveel dingen die getraind moeten worden, uh, inzicht gegeven moeten worden over hoe bepaalde dingen werken in je eigen leven, hoe dingen werken in de bediening en wat er allemaal bij komt kijken. En dat gehele plaatje wordt uitgewerkt binnen de school. Dus ik wil je echt van harte uitnodigen om naar de informatieavond te komen, wat alweer is. Voor de inschrijving van het nieuwe eerste jaar. wat volgend jaar september gaat starten. En daar zijn we nu al mee in voorbereiding. En we geloven dat het ook weer een knaljaar gaat worden. voor jouw leven. En ik geloof dat het een knal. Uh, school is waarin zoveel wordt gebouwd. Dus als je meer wilt weten over deze school. Um, en als je wil getraind worden. in je roeping en je bediening. Kom dan naar de informatieavond op 1 november aanstaande, dus 2023, wat al de aanmelding is voor het andere jaar 2024, september 2024. Dus uh, 1 november wil ik je echt van harte uitnodigen om daar te, naartoe te komen. Want daar vertellen we alle ins en outs over onze school. En uh, geven we gewoon het grotere plaatje hoe we je gaan trainen, hoe we je helpen, hoe het curriculum eruit ziet. Dus alle lefstof, uh, hoe we coachen, uh, de manier hoe onze cultuur werkt. En uh, dus, dus weet je, het is gewoon een hele goede informatieve avond. Dus ik wil je echt aanmoedigen, mis het niet. Als je twijfelt of als je denkt, ja maar is dit wel wat voor mij? Geen probleem, meld je aan. Ga naar de website www.fulltimebijbelschool.nl Um, ga naar onze informatieavonden en daar kun je aanmelden voor de eerstvolgende informatieavond op 1 november. Nou, dus um, wees daarin uh, vrijmoedig en uh, meld je zeker aan. We zien je graag, we ontmoeten je graag en we gaan graag met je in gesprek op die avonden. Ja, we gaan uh, een nieuwe serie starten, zoals ik al mee ben begonnen. We gaan het hebben over de kenmerken van een dienstknecht van God. En ik kijk er enorm naar uit om deze les te geven, omdat ik het gewoon prachtig vind. Om een stukje karakter, maar ook een stukje kenmerken te geven. Van wat is nu een ware dienstknecht van God, vanuit het woord van God. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen. Allereerst moeten we dus gaan kijken naar, wat is een dienstknecht van God? Um, wat is een dienstknecht van God? Nou, allereerst wil ik beginnen met Colossense 4, vers 12. Waarin... Um, Waarin de tekst staat over um, Epaphas, en daar staat Epaphas groet u, die er een van u is, een diensknecht van Christus. Een diensknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Oftewel, Dienstknechten zijn zeer betrokken om andere mensen te helpen in de wil van God te wandelen. Dus een diensknecht van Christus was Eprafas. In 1 Corinthië 7 vanaf vers 20 daar wordt geschreven in de HSV begin ik bij vers 20 Laat een ieder blijven in de roeping waar hij geroepen is. Bent u als een slaaf geroepen? Dan moet u zich daarvoor niet bekommeren. U kunt echter ook vrij worden, maar dan liever van die gelegenheid. maak liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij, als een vrije geroepen is, een slaaf van Christus. Maar u bent duur gekocht en wordt daarom geen slaven van mensen. Laat ieder. Voor het aangezicht van God blijde, blijven, broeders en zusters. In de staat waarin Hij u geroepen heeft. Nou, wat staat hier. Is dat uiteindelijk. Wat Paulus heel mooi zegt. Is dat. Is hij als een vrije geroepen is. En is hij toch een slaaf van Christus. Ondanks dat je vrij bent eigenlijk. Om te doen wat je wilt. Maak jij de beslissing. Om jezelf als een diensknecht, als een slaaf van Christus te stellen. Zodat je niet het eigendom hebt over je eigen leven, maar dat je je hebt neergelegd voor Hem. En dat zijn de ware diensknechten. Dus een diensknecht is een persoon die zich. Zelf eigenlijk vrij is om te doen wat hij wil. Hij kan een baan zoeken, hij kan doen, hij kan op vakantie, hij kan lekker luieren, hij kan doen. Hij kan op de bank gaan liggen, hij kan televisie gaan kijken, hij kan doen wat hij wil. Maar, hij maar een dienstknecht van God stelt zichzelf als een slaaf voor Christus. En zegt, ik maak mezelf gevangen in Christus, zegt Paulus ergens anders. Hij zegt, ik ben een gevangene van Christus. Dus ik ben onderworpen aan de wil van God. En dat vind ik zo krachtig van het dienstknecht van God. Dat zijn mensen die bewust hebben gekozen. En als we gaan naar Romeinen 12, zien we daar ook een prachtige definitie. Um, omdat Vaak wordt er gesproken over het vernieuwen van denken. En als mensen dan over Romeinen 12 vers 1 of 2 beginnen, dan hebben ze het eigenlijk altijd over, um, over de laatste verse. Dat ze niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld, maar dat ze vernieuwd moeten worden in hun denken, zodat ze steeds meer op Christus gaan lijken. Maar deze tekst begint bij vers 1. Romeinen 12, vers 1 gaat over... Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid... vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welbehagelijk offer... in zijn dienst te stellen. Hier zie je het dus ook. Een keuze om volledig in dienst te komen... Als een levend offer voor Christus. Zodat je uiteindelijk gaat wandelen. in de dingen die Hij wil dat je doet. En daardoor gaat inderdaad je, je denken vernieuwen. Daardoor gaat inderdaad je geloof groeien. Dus dat is heel krachtig om dat te doen. Dus je wordt in dienst gesteld van zijn gemeente. Je wordt in dienst gesteld in de bediening die op je leven is. En dat kost tijd, dat kost energie, dat kost alles van je leven. Dus. En jij legt jezelf dus helemaal neer voor een groter doel dan voor jezelf alleen. Dus je legt jezelf neer voor het koninkrijk van God. Um, kijk, je kan met een levend offer kun je van allerlei manieren kun je dat invullen. Van ja, wat is dan een levend offer? Hoe ziet dat er dan uit? Wat is, dan, hoe, wat is dan die uiting? Want ik denk dat heel veel mensen misschien wel eens dienen of wat dan ook. Hoe zit dat dan? Is dat dan iemand die altijd de fulltime bediening ingaat? Of hoe, wat, wat is dan echt een levend offer? Dat is dan een belangrijke vraag. En ik geloof, kijk voor mij was het aan de begintijd. He, dat, dat, dat ik wist op een gegeven moment: Ik ben geroepen door de allerhoogste Vader. Hij heeft mij geweven in de moederschoot, Hij heeft mij gemaakt. En ik wist: God heeft de goede werken voor mij bestemd al voor de liggen van de wereld. Efeze 2, vers 10. Maar ik wist op het moment dat, 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 dat er een roeping op mijn leven was, was ik bezig in de kerk, was ik bezig, maar ik was nog niet een levend offer. Ik was gewoon bezig met dienen en ik was bezig met, met het helpen in taken en allerlei dingen om de gemeente van Christus op te bouwen. Dat was voor mij wel een stukje roeping, maar het was niet alles. Er moest een bewustzijn komen in mijn leven dat ik vol tijd geroepen was voor de bediening. En God had me daartoe geroepen. En voor mij was het levende offer om een baan op te zeggen en volledig. Te gaan staan in het evangelie van Jezus Christus. Me te laten trainen, maar uiteindelijk onder andere bedieningen te stellen, mee te lopen en mijn leven te geven. om uiteindelijk zo tot bloei te komen. zodat ik nu kan wandelen zoals ik nu wandel. waarin je 24 studenten en straks misschien wel honderden studenten. uiteindelijk traint voor voltijdbediening bediening. die uiteindelijk ook weer kerken gaan starten, bedieningen zullen starten. predikers zullen worden in het land waar genezingsbedieningen zullen opstaan. en dan maak je dan een stuk onderdeel van. Vanuit een stuk. Bediening wat God op je leven heeft gelegd. Maar mijn levend offer was om mijn tijd, energie en al mijn geld op het altaar te leggen, mijn hele leven neer te leggen voor Hem. Maar voor iemand anders die misschien niet in de voltijd bediening is geroepen, kan een levend offer zijn als het gaat over financiën. Kan het zijn dat je zegt van hey, ik heb een fantastische baan. Ik, ik, ik ben helemaal vol in de roeping op mijn leven, in het bedrijfsleven of gewoon in de, in, de, in de plek waar ik nu ben? Maar je verdient daardoor geld en je geeft levende offers aan het lichaam van Christus om daarin mee te dienen, zodat het Koninkrijk van God gebouwd gaat worden. Dus dienstknechten van God kun je niet per se invullen van wat is dan een levend offer. Ik kan het niet voor jou invullen. Want als ik tegen jou zeg, ja, het levend offer is, is dat jij morgen je baan op moet zeggen... en dat je voltijd voor de bediening gaat. Maar als dat niet de roeping is op je leven, dan ga je een enorme miskleun maken. Dus jij moet samen met de Heilige Geest erachter komen... wat is jouw levend offer, waardoor je... Een ware dienstknecht wordt van Jezus. Waar jij zelf niet meer de regie hebt, maar waar de regie Christus Jezus heeft. Waar jij jezelf ten dienste hebt gesteld als een slaaf van Christus. En jij beschikbaar bent om te doen wat Hij door jou heen wil doen. Dus dat is belangrijk als het, als het gaat over wat is dan een ware dienstknecht van God. Dat zijn de ware dienstknechten van God. Dat is het hart van een ware dienstknecht van God. En dat is ook de context waarvanuit wij spreken. En dat is de context waarvanuit wij ook deze hele serie willen opzetten. Omdat we geloven dat als iedereen gaat wandelen als een dienstknecht, die gaat doen wat God op, op zijn leven heeft gelegd en dan, dan, dan gaat Nederland veranderd worden. Dat geloof ik echt. En als je voltijd training uh, in de voltijdbediening uh, uh, bent geroepen, dan, dan, dan gaat God je het je ook laten zien. en dan, dan kom je ook op plekken waar je getraind gaat worden, waar je opgebouwd gaat worden. Dus um, ja, dat is dus wat een ware dienstknecht van God is. En daarom willen we deze serie starten, om meer en meer van die kenmerken te laten zien. En een van de belangrijkste kenmerken van een dienstknecht van God is, um, want we kunnen natuurlijk hele... Uh, mooie karaktereigenschappen of kenmerken noemen van wat is een dienstknecht. He, dan moet je denken bijvoorbeeld aan nederigheid, trouw, um, uh, volharding, zelfbeheersing. Al die mooie dingen, die, 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 die kenmerken die zichtbaar worden. Maar wat ik wil voorkomen, en daarom wil ik, wil ik, wil ik, heb ik de, deze titel ook genoemd, de kenmerken uh, van een dienstknecht van God en leven vanuit je wedergeboren geest. Want alles begint bij een diepe, intieme relatie met God. Alles begint bij een diepe en intieme relatie met God. Dus wat ik niet wil, is dat mensen denken dat je um, karaktereigenschappen van de buitenkant kan pakken. En ik heb een hele mooie piramide gemaakt waar ik gewoon even iets duidelijk wil laten zien. Daarin heb ik gewoon een opbouw gegeven, wat ik geloof, of wat ik door de jaren heb gezien, hoe de opbouw van een karakter van een persoon die wandelt samen met God. En ik geloof dat het allereerst begint dat de persoon niet leeft vanuit het vlees, vanuit vleeselijke dingen, dus aangeleerde te gedragsmatige technieken. Dus je kan heel makkelijk gedragsmatig trouw zijn. Maar dat is niet hoe God er naar kijkt. Weet je, hij wil volledig dat we vanuit onze diepste geest de vruchten uiteindelijk zullen komen. En de het begint allemaal bij de wedergeboorte. Het begint vanuit de geest van God. We worden niet gevoed vanuit deze wereld. We zijn niet bezig om onszelf gedragsmatig een beetje keurig te laten lijken. Om binnen de lijntjes te kleuren. Nee, we zijn gewoon vanuit de geest van God. Heel ruw, heel mooi, heel diep. Um, Veranderd in ons binnenste. We hebben een nieuwe binnenste gekregen. We hebben een nieuwe schepping gekregen. Vanuit de, vanuit de Heilige Geest, die in ons leeft, die in ons geboren is. Toen we tot geloof kwamen. Dus een karakter wordt altijd gebouwd vanuit. Vanuit. De wedergeboren geest. En daarvanuit begint relatie met God te komen. Daarvanuit begint diepe vertrouwen te komen. Daarvanuit beginnen bepaalde waarden te komen. Daardoor beginnen bepaalde kernwaarden sterk te komen. Bepaalde overtuigingen in je binnenste. Daaruit begint geloof opgebouwd te worden vanuit het diepe vertrouwen met God. De omgang met Hem. En wat je dan ziet, is dat het langzaam begint het een levensstijl te worden in je leven. Je begint te wandelen daarin en je ontdekt hey, het is iets wat vanzelf gaat. Het is iets wat vanzelf komt. Ik ben er nog geen eens voor aan het werken. Ik moet niet zo zijn, maar het is gewoon wie ik ben. En het is vanuit de vanuit natuurlijke ontwikkeling, vanuit de binnenste van je geest. Wat opkomt. En uiteindelijk zie je dan is dat er gedragskenmerken komen. Is dat er kenmerken komen van: wow, dat is een nederig persoon. Wow, dat is een man die volhardt. Wow, dat is een man van trouw. En daarin zie je heel sterk dat een dienstknecht van God wordt gebouwd. Hij wordt niet gebouwd, niet gebouwd op eigen kunnen of op eigen kracht. Hij wordt gebouwd door de geest van de Heer. Hij wordt gebouwd vanuit de intimiteit. Een dienstknecht van God begint in de aanwezigheid van God. Het begint in de intimiteit met God. Het begint in het leren kennen van God. Het begint met een, met een, met een overweldigende aanbidding vanuit geest en waarheid. Het is geboren vanuit de kracht en manifestatie van Gods liefde die in je hart is uitgestort door zijn geest. En dat is zo belangrijk. Want als dat niet is, dan krijg je allemaal dienstknechten. die onecht zijn. niet open zijn. niet transparant zijn. maar, maar mensen die geplant zijn aan waterstromen. zoals Psalm 1 dat mooi zegt. Want dat is wel wat er gebeurt. Um, als je vanuit je geest begint te leven. gaan we even naar Psalm 1. Psalm 1, even kijken. Psalm 1, vers 3. En er staat, het is een hele bekende tekst, maar weet je wel, als je, als je erop gaat kouwen en je vizier erop gaat zetten, dan staat er zulke mooie dingen. Dit, dit is, dit, weet je wel, dienstknechten van God doen niet alleen dingen, maar ze zijn vooral bij het, bij het leven. Ze zitten aan de bron, ze zitten sterk op een bron. En er staat in psalm 3 vers 1, psalm 1 vers 3, hij zal als een... Als hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdoren niet. Alles wat hij doet zal tot bloei komen. Halleluja. Jouw leven is door de, doordat, je een, doordat je geest is wedergeboren, ben je geplant aan stromend water. Zijn je wortels tot diep in de rivier gegaan en vanuit die rivier komt de boom tot vrucht. En alles wat die boom doet. Alles wat er gebeurt in jouw leven. In jouw identiteit. Zal tot bloei komen. Zal voorspoedig zijn. Zal onder de zegen van God zijn. Zal onder de, zal onder de liefde en goedheid van God zijn. En iedereen zal dat herkennen. Dat je boom vol van bladeren. Vol van vrucht is. En dat is superkrachtig. En ook in Johannes 15. In Johannes 15 geeft de, wordt daarin ook een heel duidelijke uh, focus gegeven. Kijk, uiteindelijk zegt 1 Corinthië 1, vers 9: Wij zijn geroepen, allereerst, onze hoogste roeping is om één te zijn met Jezus. Is om één te zijn met Jezus. Dus wat is een waar kenmerk van een dienstknecht van God? Hij heeft zijn bomen vanuit zijn wedergeboren geest en hij is door de geest één met Christus. Eén met Christus. Eenheid met hem aan zijn voeten leren zitten, leren om te zijn, en van daaruit beginnen dingen tot bloei te komen. Dan krijgt het wat je doet ook daadkracht, krijgt het ook vorm in je leven. Dus, allereerst moeten mensen beginnen. Om in de intimiteit met God te komen, om een diep vertrouwen te krijgen in wie God is, Hem te kennen, in Zijn hart. En daarom zegt ook Johannes 15, vers 4 en 5: Blijf in mij, focus, dan blijf ik in jullie. Een rang die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Het kan niet. Je kan niet vanuit jezelf. Vrucht dragen, want dan moet je ervoor werken, dan is het gedragsmatig. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Nogmaals, heel duidelijk: ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zo zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Halleluja! Een ware dienstknecht wordt gekenmerkt door zijn eenheid met Jezus. Door de hoogste roeping om één te zijn met het hoofd van het lichaam van Christus. Je kan een bediening hebben op allerlei gebied. Je kan de grootste bediening zijn in Nederland of in de wereld. Wie dan ook, waar je ook bent. Maar de hoogste roeping van iedereen. Je zalving kan nog zo krachtig zijn. Je kan nog zoveel zieken genezen. Je kan nog zoveel dingen zien gebeuren in jouw leven. Maar uiteindelijk, elke dienstknecht van God die effectief wil blijven en zijn... Die zal zichzelf in Christus moeten planten. Die zal zichzelf als ware, wat ik net al zei, als slaaf van Christus moeten maken. Zichzelf gevangen brengen in Christus. Jezelf overgeven aan Hem als een levend offer. Zodat Hij door jou heen Zijn vrucht, Zijn leven, Zijn bediening, Zijn kracht, Zijn majesteit kan laten zien. En dat, dan zie je hoe een ware dienstknecht tot bloei gaat komen. Dat is het fundament voordat ik doorga met de kenmerken van een dienstknecht van God. Ik vind het belangrijk. Ik vind het ongelooflijk belangrijk. Omdat ik. Zoveel gedragsmatige dingen zie in het lichaam van Christus. Maar uiteindelijk, als je wandelt in je bediening, of als je wandelt als dienstknecht van God, dan ga je hier tegenaan lopen. Je komt uiteindelijk jezelf tegen als je het op eigen kracht gaat doen. Waarom raken leiders snel burn-out? Of waarom zien mensen het soms niet meer zitten? Of waarom zitten ze constant onder strijd en onder dingen en onder dat? Weet je, als je één met Christus bent, als je één met Christus bent, dan komen dingen vanzelf. Dan hoef jij er niet voor te werken. Hoef je niet keihard dingen jezelf op te peppen. Hoef je jezelf niet op te peppen om te preken. Hoef je jezelf niet wat dan ook. Je kan gewoon preken. Waarom? Je bent geplant aan stromend water. De kracht van de Heilige Geest is in jou. Alles komt van binnenuit en komt tot bloei. En dan zie je, wauw, woe, heerlijk, die vruchten beginnen te komen. Mensen beginnen te erkennen. Die boom, wauw, heb je die boom al gezien? Daar zijn veel vruchten. Wauw. En, en je ziet hoe dingen uitlopen. Je ziet hoe dingen als een magneet naar je toe trekken. Je ziet dat mensen tot geloof gaan komen en dat dienstknecht steeds meer gebouwd gaat worden. En dat is de kracht. Dat is de manifeste tegenwoordigheid van de Heilige Geest in jouw leven. Dus dat is het belangrijkste fundament. En ik kan er nog veel meer over zeggen. Maar ik wil ook gewoon nog doorgaan, want ik heb nog zoveel te delen. Halleluja. Onze Bijbelstudenten hebben al gemerkt dat zelfs al, al geef ik me tien uur, dan kom ik nog tijd tekort. Dus maak. Maakt allemaal niet uit. <laughs> maar halleluja. Maar dit is toch mooi. Dit is, ik hoop dat je dit pakt. Ik hoop dat je dit met je meeneemt. Um, dat, het, dat uiteindelijk je hoogste roeping is niet dingen doen. Je hoogste roeping is om één te worden met Jezus Christus. En vanuit dingen tot bloei te zien komen. En vanuit die geest. Vanuit die mindset. Vanuit dat fundament. Wil ik met jullie verder gaan naar een aantal. Ik ga vandaag twee duidelijke... Kenmerken of karaktereigenschappen benoemen van een dienstknecht van God. Um, en daar gaan we nu gewoon naar kijken. En um, het, gaat, um, het gaat je helpen, geloof ik echt. Prijs de Heer. Een van de dingen waarin ik in geloof, en dat is eigenlijk voortvloeiend vanuit wat ik al heb gezegd. Um, maar we gaan eerst kijken naar de eerste karaktereigenschap. En die eerste karaktereigenschap is eigenlijk de aller, allerbelangrijkste, nou ja, net iets onder hoogste roeping natuurlijk, is dat je één bent met Christus. En daarna komt nederigheid. Nederig zijn. Um, een dienstknecht van God kan niet anders een dienstknecht zijn dan dat hij nederig is. Dus nederigheid is, een vol, is niet alleen een voorwaarde, het kan ook niet anders. Weet je, nederigheid is zo'n belangrijke sleutel voor elke dienstknecht van God. Um, ik geloof echt dat nederigheid um, een waarde dienstknecht kenmerkt. En we moeten eerst gaan kijken van wat is natuurlijk een dienstknecht van God? Maar... Ik geloof dat je niet kan wandelen in het plan van God, of in ieder geval op Gods plan, op, vanuit Gods roeping kan wandelen. Dus God heeft een roeping gelegd op je leven, die kan alleen uitgewandeld worden in volle potentie door mensen die nederig zijn. Anders kan het niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De Bijbel zegt in Jacobus 4 vers 10. Let op wat er staat: verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Als je in het stuk leest, wat we straks nog een stukje gaan doen, Jacobus 4, daar wordt duidelijk aangegeven: wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, zegt de Bijbel. Dus op het moment dat mensen niet nederig zijn, zich niet vernederen voor de Heer, zullen ze ook nooit verheft worden. Dus dat is het fundament. Nederigheid is het fundament. Dus anders kan je überhaupt niet in je roeping wandelen. Dus als mensen, als jij nu zit en je zegt: Ja, mijn roeping. Ik ben al jaren bezig, maar mijn roeping komt niet van de grond. Misschien heb je een werk te doen. Misschien is, wordt het tijd dat je je gaat onderwerpen. Dat je je gaat vernederen voor de Heer, zodat Hij je kan opheffen. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5, vers 6. Hele krachtige tekst. Want er worden twee belangrijke woorden genoemd. Er staat eerst, onderwerp je dus nederig aan Gods grote macht. Dan zal Hij u op bestemde tijd verheffen. Dus allereerst onderwerping vanuit, niet vanuit omdat het moet, omdat je iets wil bereiken om uiteindelijk in je roeping te komen, maar onderwerp je en wees daarbij nederig vanuit een nederige houding. Niet dat het jou iets oplevert, direct. Maar je weet dat het een principe is. Dat is hetzelfde met zaaien en oogsten, waar we vorige week Tom het over heb gehad. Zaa je zaait niet in de eerste instantie alleen om iets te ontvangen. Je begint eerst om gewoon te zaaien vanuit de gehoorzaamheid, vanuit het principe van God. En je weet, het principe van het koninkrijk is, is dat je dan een oogst gaat terugkrijgen. Maar dat is niet het doel waarmee je geeft. Je geeft allereerst zodat iemand anders te eten heeft. En uiteindelijk levert het ook jou iets op. Maar je geeft je. Dus je, je onderwerpt je niet. of je vernedert je niet voor de Heer. vanuit. Oh, dan zal ik ook verheffen worden. Want dan wordt het weer een werken. Nee, nederig zijn is vanuit het diepste van je wezen. Het moet oprecht zijn. Nou, daarom is het ook belangrijk. als we gaan praten over nederigheid. dat mensen. Een goed beeld hebben van het verschil tussen gewilde nederigheid en wat is ware nederigheid. Dus daar wil ik met jullie naar kijken. En ik heb echt een superkrachtige tekst daarover. Um, die zou je alvast kunnen opzoeken in um, Colossense 2 vanaf vers 16. Colossense 2 vanaf vers 16. Maar allereerst wil ik je iets laten zien over wat is gewilde nederigheid. Nederigheid. Gewilde nederigheid is, om even een voorbeeld te, te pakken, is bijvoorbeeld als het gaat over het bidden en vasten. Bidden en vasten. En dan, hè, dan, dan ben je ergens in een kantine of je, je, bent, je bent in een groep met mensen, in een gezelschap met mensen, of je bent op een kring of waar je ook bent, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment zijn ze bezig en dan zeggen ze: Ik heb drie dagen gevast. Met een bepaalde reden, want ze willen dit zien en ze willen dat zien. En dan hoor je ergens anders vanuit de andere hoek van de kamer. En dan hoor je ineens: Ja, ik heb 23 dagen gevast. Ik heb 23 dagen gevast. En. En dan, dan komt daar ook weer een reden bij... en dan hebben ze allerlei geweldige openbaringen gehad. En dan denk je met degene die dan drie dagen gevast heeft... die gaat steeds meer kruipen in een hoekje. Die was al blij dat hij een keer drie dagen gevast had... maar dan had er iemand nog 23 dagen gevast... met extra openbaring. Nou, moet je ernaar gaan. En vervolgens komt er nog iemand overheen... en die zegt, ja, maar ik heb 40 dagen gevast. En dan komt er nog een groter verhaal... van getuigenissen van wat er aan dolbrak is gekomen. En jij denkt met degene die... Die drie dagen heeft gevast. Oh man, hoe zit het met mijn leven? Ben ik wel echt nederig? Hoe zit het met mij? Misschien heb ik toch wel de boot gemist. Um, vervolgens, je kan door mensen die bijvoorbeeld gaan sober leven. He, dus uh, niet te dure spullen kopen. Um, je, of uh, mensen die helemaal richten op gezond voedsel. En dan zeggen: ja, dit is, zijn de Bijbelse uh, voorschriften. En die hebben zich daar helemaal op gezet om het geestelijk lichaam goed te verzorgen. Want dat is Bijbels. En we moeten ons daarin nederig zijn. En we moeten niet te veel uh, mooie, dure spullen kopen. Wat anders. Weet je wel, ja, dan zijn we niet nederig voor God. Um, nou, Er zijn er ook nog mensen. Die elkaar om de orde slaan met allerlei exclusieve openbaringen, geloofsdaden die zich hebben voorgedaan. En de ene heeft nog andere. Uh, grotere verhalen van, van allerlei dingen die gebeurd zijn in hun leven. En dan de ene vertelt de getuigenis en de ander die gaat er nog eens overheen. Nou, soms wordt het ook nog een beetje verzonnen om het aan te dikken, zodat iedereen kan zien dat jij bent een dienstknecht van God. En jij bent echt de man. Jij bent echt nederig. Zo, er moet toch iets zijn in jouw leven wat toch heel bijzonder is. Come on, laten we het horen. Klappen voor die persoon, want het is toch geweldig wat hij heeft gedaan. En weet je wel, soms zit je net of dat je, dat je in een kantine zit, of waar je ook zit, zit je bijna in een bokswedstrijd te kijken. Naar hoe ze elkaar overroelen met allerlei mooie dingen. Ik pak altijd een bak popcorn en ga rustig zitten kijken. Pak er een glas cola bij en kijk wie er wint. Halleluja. Maar dat gebeurt. En dan, dan weet je wel, dat is allemaal gewilde nederigheid. Ik heb, ik heb het over gewilde nederigheid. Mensen die zichzelf als de minste van alle mensen op aarde noemen, uh, of uh, politie Correcte slogans noemen over uh, um, dat ze wel niet de grootste zonda's waren in het verleden en zo, hoe ze nu dan uh, heilig leven en al die dingen, uh, um, al die dingen die dan spelen in mensenlevens. Om gewoon maar aan te tonen dat er soms zo Wordt gepraat en, en we proberen dan daarmee aan te geven dat we nederig zijn. We gaan naar Colossense 2. Kijken wat Paulus erover zegt aan de brief van de Colossense. Colossense 2 vanaf vers 16. En ik, uh, ik lees het, even, het stuk even helemaal voor. En dan staat er dit: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzetten door iemand die behagen schept, of in een andere vertaling staat gewilde nederigheid, gewilde nederigheid. Prijs ontzeggen door iemand die je behagen schept in nederigheid en engelenvereringen. Intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. En zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam dat van handen en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgegroeid door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft bepalingen opleggen? Als Pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Deze dingen hebben wel schijnredenen van wijsheid door eigen gewillen, godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. En dienen tot verzadiging van het feest. Het is legalisme. Het is wetticisme. Wat is binnengeslopen in zoveel harten van mensen. En het is nep. Het is niet echt. Het dient tot helemaal niets. Het is gewoon buitenkant. En dat is geen echte nederen. Dat is geen echte nederigheid. Weet je, al heb je honderd dagen gevast, maar al doe je het met de intentie om jezelf te laten tonen en jezelf te profileren, om jezelf te verheerlijken. Dan zegt de Bijbel, dan is het de tijd dat jij verlaagd gaat worden. Dan is de volgende stap in een heel diep ravijn. Weet je, dat is wat de Bijbel zegt. Hij zal verhogen degene die nederig zijn verhard. Maar degene die zichzelf verheffen, die zullen worden verlaagd. En er zijn gewoon mensen die constant, vanuit, vanuit soms religieuze achtergrond, vanuit, oh ik ben zo nederig, oh ik ben nog een zondaar, oh ik ben nog dit, ze zullen niet verhoogd worden omdat ze verblind zijn door wetticisme. Vanuit eigen werken dingen te bereiken, met de mond praten, maar niet vanuit het hart, niet vanuit een diepe overtuiging, niet vanuit de geest van God. En dat is ook zo met vasten. Weet je, als iemand drie dagen heeft gevast vanuit een diepe nederigheid, vanuit een diepe bewustzijn om zichzelf te geven aan de Here, dan is die drie dagen vasten meer waardevol, zegt de Bijbel, dan honderd dagen vasten met een verkeerde hartmotivatie. Dus de kracht zit hem niet in hoeveel of in nummering of in hoeveelheden. Het zit in het, in het simpelweg het jezelf geven aan de Here in oprechtheid en eerlijkheid. Weet je, God vraagt van ons oprechtheid. Oprechte mensen zijn ware dienstknechten die zullen opgroeien. Die zullen omhoog komen. Waarom? God is je promotor. God is de promotor. Niet jijzelf. En weet je, dit soort dingen zijn heel erg de kerk binnengeslopen. En of het nu gaat over genezingen, of het nu gaat over de kracht van God, of het nu gaat over het aantal mensen in je samenkomsten, wat dan ook, we moeten uitkijken dat we niet stappen in het vleeselijke, dat we niet nummers en cijfers leidend laten zijn voor of we echt dienstknechten van God zijn. Wat ons echte dienstknechten van God maakt, is nederigheid is echte ware nederigheid. Dat is wat, wat gekenmerkt wordt. En er is zoveel van het wetticisme... en legalisme in Nederland... als ware in hooghartigheid... in onze kerk binnengekomen. Het is binnengekomen in onze pinksterkerken. Het is binnengekomen in onze evangelische gemeenten. Het is binnengekomen... in onze charismatische gemeentes. In de PKN, in de hervormde gemeentes. We hebben allemaal... hebben we allemaal onze vouwkuilen... in onze bewegingen. Daarom moeten we oppassen en onszelf vernederen. En, en we moeten eigenlijk stoppen met, met die exclusiviteit en proberen te laten zien en ons te laten gelden vanuit een verkeerde wortel, vanuit een verkeerde drang naar erkenning en meestal zitten er gewoon vaak dingen onder omdat we, hè? de Bijbel zegt bijvoorbeeld over Sal is dat hij zegt um, is dat weerspannigheid of hooghartigheid is hetzelfde als de geest van toverij Weet je, je staat op eigenlijk tegen God, maar je wil jezelf profileren als een man van God. En ik denk dat dat, dat dat het allerbelangrijkste is. Mensen die uiteindelijk vanuit een diepe afwijzing, omdat ze niet weten wie ze zijn, gaan ze zich composeren om zo groot mogelijke verhalen te vertellen. Te hopen dat mensen denken: wauw, wat is die man? Die is echt iemand. Maar God kent het hart, Hij toetst het hart van mensen, niet je daden. Je daden ook, maar eerst toets je het hart. Eerst toets je je hart. Weet je, de Bijbel zegt ook, in Matthäus, zegt hij, je kan demonen uitdrijven, je kan zieken genezen, je kan alles doen wat je wil. Maar Jezus kan je uiteindelijk niet kennen, omdat je niet gekend bent. Omdat je het allemaal hebt gedaan op eigen kracht en vanuit eigen beweging om jezelf te manifesteren. En dat is, dat is gewilde nederigheid. Gewilde nederigheid is doen alsof. En, en het je laten voorschrijven van allerlei bepalingen om op zo'n manier te laten zien dat je nederig bent. Maar de Bijbel zegt: het is vleeselijk. Stoppen mee. Kappen mee. Het is gevaarlijk. Weet je wel, dat is niet wat een mens verhoogt. Het zal uiteindelijk een mens verlagen. Het zal uiteindelijk niet doorbreken in roeping. Dus word echt met God. Dus daarom moeten we gaan kijken: wat is nederigheid? Nederigheid is. Nederigheid is, is een simpelweg een verborgen en oprechte omgang met God, waarin jij je eigen zwakte en sterke punten kan benoemen. En, dat je, bewust bent, en dat, je, dat je bewust bent van wie jij bent in Christus, dat je gewoon weet: dit is wie ik ben, en daarin heb je rust. Daarin weet je gewoon: dit is wie ik ben. Niet heel de wereld hoeft dat te weten, hoe ik intimiteit heb met God. Niet heel de wereld hoeft te weten hoe ik leef of wat ik doe of wat ik in mijn dagelijks leven doe of wat ik geef of wat, wat dan ook. Maakt niet uit. En er is een heel dankbaar en eervol hart naar God. Waarom? Je weet, alles komt van hem. Hij is in alles de eerste. Hij is in alles de eerste. En... Ik geloof dat dat uiteindelijk, het is geen uiterlijk vertoon, maar het is een, je bent gekleed in ware nederigheid en het is niet om je vlees te bevredigen, maar het is om je leven neer te leggen voor Hem. Gewoon dat je zegt heel simpelweg, Heer, hier is mijn hart, U kent mijn hart, U weet wat mijn verlangens zijn, U weet wat U op mijn leven heeft gelegd. Heer, hier ben ik, ik wil gewoon doen wat U zegt wat ik moet doen. En daarin ook gewoon trouw bent en daarin volhardend bent. En dat is ware nederigheid. Je kan het zien. In de Bijbel laat ook zien. In nummer 12. En dat vind ik mooi. Want daar wordt Mozes aangehaald. En Mozes wordt in nummer 12, vers 3. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar um, daar wordt aangegeven dat. Uh, Mozes is de meest nederige man op aarde van dat moment. En ik vind het gewoon mooi om dat te zien. En gelijk daaraan zie je ook in. In, uh, in, in uh, nummer 12. Uh, zie je dat um, Mozes wordt aangevallen door Miriam en door Aaron. Ze willen eigenlijk een koep plegen op zijn leiderschap. En dan, dat vind ik mooi hè. Dus, dus omdat hij wordt gekenmerkt als de nederigste man op aarde. En wat daarna gebeurt, is dat God direct ingrijpt. Hij zegt, Mozes, Miriam en Aaron, jullie gaan naar de tent. De samenkomst, want ik wil jullie spreken. En dan begint God... Eer te geven aan Mozes. Je moet het, maar, je moet het zelfs maar eens lezen als je straks voor je feet klaar is. Maar het is zo mooi om te lezen. Want daarin zie je het principe van hij vernedert de mensen die zichzelf proberen te verheffen. Door illegaal in te tappen, door allerlei mooie verhalen te denken en te denken dat ze beter weten dan anderen. En Mozes die nederig is en het verwacht van God en vanuit de aanwezigheid van God en gehoorzaam is aan de roep van God. En je ziet dat God direct daarop ingrijpt. Hij verhoogt Mozes en hij vernedert de andere twee. Dus daarin zie je een heel krachtig principe in werking komen in het Oude Testament. En ik geloof dat de Bijbel het nog steeds zo op die manier bedoeld heeft. Het is niet veranderd. Het is niet van ja, dat is het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament worden ook die dingen aangegeven. De Bijbel laat zien in 1 Samuel 17. Daar zie je dat David Goliath versloeg. Allereerst, 1 Samuel 17, vers 14. Vers 45, moet je maar eens lezen. Daar zie je dat David uiteindelijk een harnas krijgt van Saul. Maar uiterlijk vertoon, om te laten zien dat jij in een gevechtspositie bent. Maar dat had hij niet nodig. Dus hij lag. Hij zegt, dit, dit harnas past mij niet, het werkt niet, het is uiterlijk vertoon, ik hoef dat helemaal niet. Hij zegt, ik heb een nederige, ik vertrouw op God, ik ben geoefend in de strijd. Ik heb leeuwen, beren, ik heb ze mel, ik heb ze beetgepakt bij een baard en ik heb ze doodgemaakt, ik heb ze al afgemaakt. Dus wat is voor mij die reus? Want God is met mij. Hij is geoefend in het vertrouwen met God en daarom wordt hij gekenmerkt als man van, naar Gods hart. Waarom? Hij was nederig, hij vertrouwde op God in alles wat hij deed. Dus dat maakte hem als een echte, ware, nederig persoon. Hij stond voor wie hij was. Hij had niet het harnas van anderen nodig. Hij had niet de meningen van mensen nodig. Hij brak door die linies heen. En God verhoogde hem. Hij werd gezalfd als koning. En uiteindelijk is hij de koning geworden van heel Israël. Prijs de Heer, hij werd verhoogd. Waarom? Omdat hij nederig was, omdat hij in de stilte, als herder in de woestijn waar niemand was, was hij bezig met zijn schapen en was hij geoefend in het vertrouwen. Jezus zegt in Matthäus 11: Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus is ons grote voorbeeld in nederigheid. Lees Filippenzen 2. Daarin zie je de hele. Hij zegt. Ik hoop dat deze gezindheid ook in jullie is. Maar mijn gezindheid was dat ik alles heb losgelaten. Ik heb mijn, mijn prachtige vaderhuis heb ik losgelaten. Ik ben één geworden met de mens. En uiteindelijk heb ik daar mijn leven volledig overgegeven. Hij was volledig nederig voor God. Voor de roeping die God op, op zijn leven had gelegd. En ik denk dat als je kijkt naar een Bijbels voorbeeld. Dat um, dat heel sterk te zien is in Matthäus 26. Vanaf vers 36. En... Daar zie je dat Jezus zelf in Gethsemane was. En hij was daar aan het bidden. En tot drie keer toe vroeg hij: Oh Heer, laat deze beker uh, voor mij voorbij gaan. Maar Heer, als u het wil, laat uw wil dan geschieden. En, en dat is een houding van. Als je onder vervolging komt, of als er dingen gebeuren in je leven, of als je onder druk staat, of wat dan ook. Is dat je het best moeilijk mag hebben met bepaalde dingen, of dat je mes mag zoeken van: Oh Heer, wat gebeurt hier? Maar dat je niet probeert om dan je boodschap te veranderen of op een politieke manier juist uh, probeert het allemaal weer in lijn te trekken zodat iedereen je uiteindelijk weer mag. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel: is dat we, dat, we, dat we soms gewoon vervolgd zullen worden en dat we dat moeten accepteren, omdat dat hoort bij de roeping op je leven. Als frontrunners doen we geen water bij de wijn. Voor de boodschap die we hebben. Waarom niet? We willen nederig zijn van God. We kennen onze roeping. We weten waar we, waar we voor geroepen zijn. En we zullen van geen meter wijken. Waarom? We geven de duivel geen voet. En we, we blijven nederig aan God. Is het altijd leuk? Is het altijd fijn? Is het altijd oké? Okay? Nee, het is niet altijd tof. Maar weet je, je weet, ik blijf nederig. Want uiteindelijk, als ik nederig blijf, zal God ons verhogen, zal God ons verheffen. En zal uiteindelijk de mensen die ons vervolgen, zullen hun verdiende loon ontvangen. We hopen dat ze tot geloof komen, maar ze zullen uiteindelijk afgerekend worden op hun daden. Halleluja. Dus wij hebben een keuze om niet vanuit onze eigen drang. Of vanuit een ongezond zelfbeeld onszelf omhoog te klimmen, maar dat we de weg omlaag kiezen om onszelf te vernederen voor de Heer. En zodat Hij zodat, zodat er ruimte komt om je te bekeren. Om je te bekeren van weerspannigheid, van hoogmoed of trots in je leven. En dat je echt open wordt en, 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 en respectvol wordt. En dat je, de, dat je uiteindelijk zegt: Heer, ik wil U alleen maar eren. Ik wil dicht aan Uw voeten zitten. Ik wil, ik, wil, ik wil mezelf volledig geven als een levend offer voor U. Zodat ik niet langer mijn wil zou geschieden, maar dat Uw wil zou geschieden. Ik ben niet langer. Ik ben niet langer, leef ik vanuit mijn eigen wil, maar leef ik vanuit de wil van Christus. En ben ik, ik ben gestorven met Christus, dus daarom leef ik. Halleluja. Dat is wat uiteindelijk waar je naartoe moet. En ik geloof dat dan kan je, kan je opgericht worden als een ware dienstknecht van God. Waarom? Nederigheid is gewoon de sleutel naar, ware, naar een ware dienstknecht van God. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen van iemand die nederig is of die onderworpen is aan God? Um, we gaan even naar Jakobus 4 en ik zoek het zelf ook even op: Jakobus 4, uh, vanaf vers 6 tot en met 10. daar staat. Hij heeft echter des te meer genade. Daarom zegt de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederige geeft hij genade. Dus als ik zeg dat God keert zich tegen hoogmoedigen, dan ik zeg dat niet. Uiteindelijk is het gebaseerd op het woord van God. Dus hoogmoed is precies eigenlijk waar ik mee begon. Het eerste punt is gewilde nederigheid. Dat zijn vaak mensen die zichzelf nog zondaar noemen. Het zijn allemaal excuses. Het zijn allemaal excuses. Jezelf beter voordoen dan je bent. Het is allemaal hoogmoed. Het is praktische hoogmoed. En de Bijbel zegt: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij zijn genade, zijn gunst, zijn genade die wordt op je gelegd. En door die gunst, door die zegen zie je boem, ga je omhoog. De hoogmoedigen vaak zijn de hoogmoedigen zijn vaak zelf geworteld in pijn, in hun eigen pijn. Ze hebben Jezus wel aangenomen, ze geloven wel in God. Maar ze zijn nog niet overgegeven aan God. Ze zijn nog niet overgegeven daarin. Dus ze wandelen nog heel erg vanuit hun eigen pijn, vanuit hun eigen issues. Weet je, er zijn zoveel christenen, en ik wil het toch een keer noemen, die voorbij lopen aan het soort van, uh, ik ben tot geloof gekomen, dus het is allemaal goed met mij. Ik ben gered, ik ga naar de hemel. En God heeft mij een bediening gegeven en ik kan rennen hoe ik wil en ik ga waar ik wil. Dat, is, dat klinkt leuk. Dat is ook goed, want iedereen moet een rouddouwer worden. En ik geloof dat je mag rauwdouwen zoals je wil, maar je moet nooit voorbij gaan aan de dingen die aan pijn nog in je leven zijn. Soms liggen er gewoon ten grondslag, liggen er diepe wortels aan ten grondslag van pijn, van van nog ongezonde banden naar het familie of wat dan ook. Weet je, mensen moeten zich leren te bekeren van die dingen. Want als je je bekeert, dan kom je onder die hoogmoed vandaan. En dan zie je pas dat er echte vrucht gaat komen. En ik heb dat ook in mijn eigen leven ervaren. Soms zijn er gewoon zijn er dingen binnengeslopen in je leven waarin je merkt dat je hoogmoedig bent geworden en dat je trots bent. En uiteindelijk moet je ten diepste direct afrekenen met die dingen in je leven, want het helpt je niet. Maar weet je, je moet er niet aan voorbij gaan, je moet er niet overheen rennen. Het is helemaal niet erg om eens een keer diep in je karakter te laten kijken van, hé, hey, maar weet je, ben ik nog op de weg die ik moet gaan? Weet je, zijn er dingen uit mijn verleden die mij uiteindelijk telkens naar beneden trekken? Weet je wel, ja, je bent een nieuwe schepping, maar uiteindelijk in de ziel, in je, in je, in je binnenste zijn er soms trauma's gebeurd of zijn er allerlei dingen in je leven gebeurd. Het is belangrijk om dat goed af te sluiten. Om uiteindelijk een dienstknecht van God te zijn. We hebben de kracht en de, en de, en de autoriteit om deze dingen op te lossen in ons leven. En, en we kunnen soms zo geworteld zijn in onze pijn, waarvanuit we dingen gaan doen. En dat noemt de Bijbel als, weet je wel, in de christelijke wereld hebben we het aangeschreven als slachtoffers. Ach, wat zijn ze zielig, en we eisen over de bol. De Bijbel doet dat niet. Hij zegt gewoon, je bent hoogmoedig. En, de, en God heeft zich tegen je gekeerd. Dus het wordt tijd om gewoon pijn, verdriet... Pijn, afwijzing, al die dingen die moeten afgelegd worden. Het is niet een, je bent niet de slachtoffer van dit leven, want Christus heeft jou vrijgekocht. Ook van de pijn van het verleden. Dus de Bijbel zegt: sterf daarin. Sterf in Christus, zodat jij gaat opstaan in dat nieuwe leven. Zodat je dat kan afleggen, verwerken en kan opruimen uit je leven. Zodat de gevolgen daarvan ook niet meer in jouw leven zichtbaar zijn. Nou, dat even allereerst. Prijs de Heer. Krijg je er gratis bij. Onderwerp u dus aan God, bied weerstand tegen de duivel, vers 7. En hij zal van uw weg vluchten, naden tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten, dubbelhartigen. Ja. Besef uw ellende staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Ja. Het kan soms best. Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Sommige mensen willen altijd dat we een big smile hebben, maar soms heb je periodes dat je dingen moet afrekenen in je leven. En ik, ik merk op, op momenteel, we zijn we heel, heel, heel veel mensen aan het vrijzetten. Om, om gewoon los te komen van dingen in hun leven. Zodat ze echt kunnen gaan groeien en bloeien. En soms heb je gewoon een periode. Dan moet je gewoon, weet je, gewoon, er komen dingen aan de oppervlakte. Dan moet je er niet een geestelijke saus overheen gooien. Je kunt proclameren dat je een ons weegt. Maar zorg gewoon dat ten eerste of die demonen, of die rotzooi, of dingen uit het verleden, banden uit je verleden, dat het gewoon afgebroken wordt in de naam van Jezus. Dat je gewoon een besluit maakt. Ik bekeer mij. En ik verneder mij onder de machtige hand van de Heer, zodat Hij een werk, een diep werk, door de Heilige Geest in mijn binnenste kan doen. En dan zie je dat dingen weer gezond zullen worden. En dan zegt de Bijbel, daarom zegt hij in vers 10, verneder u voor de Heer en Hij zal u verhogen. Halleluja. En dan zal, zal je rouwgewaad echt veranderd worden, zal er een omwisseling zijn vanuit het kruis. Naar jouw leven, dan zie je dat hij jouw afwijzing heeft gedragen, waardoor jij nu weer waardigheid hebt. Hij heeft jouw pijn gedragen, zodat het nu de vreugdeolie over jouw leven wordt uitgegoten. Dat is wat hier. Ge en dan zie je dat de zegen van God en de genade van God steeds meer op je leven begint te stromen. Dan is God niet meer tegen je. Hij is, hij is voor je. Hij is met je. En hij gaat het dwars door. Hij gaat dwarsdom met jou er doorheen. Maar de Bijbel zegt wel, verneder je eerst. In plaats van dat je hoogmoedig blijft en net doet of dat het niet bestaat. Halleluja. Dus trek er doorheen en pak het aan in je leven. Want wij zijn niet meer langer slaven van de zonde. Maar wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. En, en, en dat is zo belangrijk. En daarom, een nederig hart is heel belangrijk. Um, je ziet ook dat een nederige persoon, dus de Bijbel zegt, onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel. Mensen die nederig zijn, die hebben niet zo heel veel geestelijke strijd in hun leven. Dus als je heel veel mensen hoort met altijd maar geestelijke strijd, kijk, op het moment dat je het op eigen kracht doet, moet je het ook zelf verdedigen. Als je jezelf ergens voor gepromoot hebt, moet je ook stand, zelf stand houden. Op het moment dat God je heeft gebracht op de plaats... dan hoef je niet te werken voor die plaats. Want dan heeft God je genade gegeven... en zal Hij je omhoog brengen. Dus weet je en dan gaat de vijand... want omdat je weet dat Christus in jou is... en omdat jij vernederd hebt... de Bijbel zegt... Um, hij moet, ik moet minder worden, Hij moet meer worden. Hij die in jou is... Hij is meer dan hij die in de wereld is. Dus op het moment dat wij nederig worden voor God, zal de duivel van ons wegvluchten. Hij zal van ons wegvluchten. Waarom? Hij weet Christus is sterk in hem. Hij weet dat. Dus daarom, geestelijke strijd en dat soort dingen kunnen ook gewoon verleden tijd worden doordat jij leeft vanuit de nederige houding. Weet je En op dat moment zie je dat je autoriteit in de geest krijgt. Autoriteit je level van autoriteit zullen groeien op hoe te nederiger jij wordt voor de Here, Hoe te meer jij jezelf leert over te geven aan Hem. Hoe te meer jij die dienstknecht wordt op het altaar, niet iemand die wegrent van het altaar, maar die blijft liggen op het altaar als een levend offer. En niet als het warm wordt dat je ervan afschiet en er niet meer op ligt, maar dat je blijft liggen, dan zie je dat de autoriteit op je leven zal groeien. Waarom? Christus wordt sterker in jou. Christus wordt groter in jou en jij wordt steeds minder. En dat is krachtig, want daarmee komt steeds meer de kracht en de manifestatie van Gods geest die door jou heen begint te werken. En dat is heel belangrijk. Dat die nederigheid diep geworteld gaat worden in jouw binnenste. Zodat je steeds meer gaat zien dat jij verhoogd zal worden. Dat een dienstknecht van God zichtbaar wordt. Halleluja. Dus hoe ziet dat eruit? Dat. Hoe ziet nederigheid er praktisch uit in je leven met God? Nou, allereerst, het begint bij het woord van God de hoogste prioriteit geven. Het woord van God de hoogste prioriteit. Wanneer de Bijbel zegt dat je je vijanden moet liefhebben. dan moet jij leren. En niet dat God de persoon in je omgeving moet veranderen. Uh, maar dat. maar dat jij. Zal leren om die persoon lief te hebben. Dus jij wordt veranderd. Jij wordt, jij wordt uiteindelijk die persoon zoals Jezus was: nederig en zachtmoedig van hart. Wanneer het woord zegt dat geloof het middel is om genezing te ontvangen, moet je niet proberen andere dingen te verzinnen waarom de dingen in je leven niet veranderen. Je onderwerpt je aan de Heer. Je ziet dat het woord, dit is wat het woord zegt. Dus ik zal groeien in geloof. Ik ga ermee aan de slag. Weet je wel, dus dat is gewoon heel belangrijk. Het is gewoon belangrijk om te weten wie je bent. Weet je wel, en dat moet genoeg voor je zijn. Um, je hebt niet de bevestiging van anderen nodig om jezelf te profileren, maar jij weet heel bewust welke roeping en bediening God op je leven heeft gelegd. God is jouw promotor. Jij weet in vertrouwen dat er een dag gaat komen dat jij sterk genoeg bent om op de plaats te komen waar God jou voor bedoeld heeft en bestemd heeft. Dus Hij zal jou daarin verhogen. Wij denken altijd dat we God een handje moeten helpen. Wij denken dat we, dat we, dat we, dat we God moeten vertellen wat er nu in ons leven moet gebeuren. Maar dat is niet nodig. God weet precies wat nodig is in jouw leven. Hij kent de verlangens van je hart. Hij heeft zelfs alle gaven en talenten in jouw leven gelegd. Hij heeft alles in jou gelegd. Vanaf de grondlegging van deze wereld heeft hij dat aan jou gegeven. En. Het is alleen jouw verantwoordelijkheid om andere mensen te dienen. Uh, jezelf niet te verheerlijken, maar jezelf te vernederen in de binnenplaats met God. En om zo in de secret place te ontdekken dat, dat, dat jij je leven volledig voor Hem kan neerleggen. En Hij ziet dat in het verborgene. En Hij weet dat. Dus dat is, een, dat is de kracht van nederigheid in je leven. En dan komt er een moment dat God jou zal gaan promoten in je leven. Dus um, dat is um, superkrachtig. Dat is superkrachtig als je dat gaat pakken. Als je dat in je leven sterk gaat neerzetten. En uiteindelijk gaat het er ook om. Dat we nederig worden naar andere mensen toe. In Filippenzen zegt het ook heel, heel, heel mooi. En daar staat. Maak mij dan volmaakt gelukkig. Filippenzen 1 tot en met 7. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar ik lees een deel daarvan. Maak mij dan volledig volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest, handelt niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan jezelf. Zie je? Dat is een hele krachtige houding die wij kunnen hebben. Weet je, niet dat jij... Um, allereerst heb je de gezindheid van Christus. Want in dit stuk gaat het later gaat het verder over dat Jezus ook deze gezindheid had. En uiteindelijk moeten we dezelfde gezindheid hebben die Christus Jezus had om zichzelf voor die ander neer te leggen, zodat die ander gaat bloeien, dat die ander eerst gaat. En niet jij is, maar die ander eerst. Is dat je bereid bent om die ander te helpen en uh, verder te brengen. Je ziet het ook bij Paulus, die in 1 Thessalonicense 2 zie je, dat hij, zie je dat hij echt een nederige leider is. En hij zegt daar dat hij uiteindelijk wil dat die hele gemeente tot bloei... dat hij dag en nacht heeft gewerkt... zodat iedereen in Christus kan zijn. En hij heeft dag en nacht gewerkt... dat die gemeente um, comfortabel zal zijn in Christus. Ondanks dat er vervolging was. Maar hij zei... ik heb mijn leven voor jullie daarin neergelegd... om dag en nacht er voor jullie te zijn. Dat is een nederige houding. Dat is dat hij zijn leven voor die anderen neerlegt. Hij denkt dan niet aan zijn eigen belang... of zijn eigen dingetjes... maar hij is bezig met die anderen op bloei te brengen in het lichaam van Christus. En in de christelijke wereld zijn zoveel mensen, zoveel bedieningen zijn zo met zichzelf bezig. Ze roepen eenheid, maar ze zijn allemaal bezig met hun eigen belang of met hun eigen, eigen gebeurtenis. Maar weet je, God zegt, we zijn één lichaam en we hebben elkaar nodig en we zullen elkaar moeten dienen, elkaar moeten helpen. Om die ander omhoog te krijgen, zodat je samen één lichaam bent waar iedereen zal functioneren. En daarvanuit eer de andere mensen uh, wordt vrijgezet om uiteindelijk te stralen en te shinen. Halleluja. Prijs de Heer. Tot zover nederigheid. Nederigheid. Een nederig hart hebben voor de Heer is dat je open en oprecht bent voor hem en dat je uiteindelijk daarvanuit ook anderen dat je jezelf kan vernederen voor de Here en dat je uiteindelijk ook je kan vernederen voor het lichaam van Christus dat je de ander ho hoger acht dan jij jezelf acht. En ik denk dat het een hele krachtige het één ding wat ik er nog over wil zeggen. Bijvoorbeeld als mensen een gemeente binnenkomen of ze hebben al meerdere gemeentes gehad. Het zijn vaak mensen die meerdere gemeentes hebben gehad. Maar dan komen ze bidden en ze hebben direct overal commentaar op. En ze willen zich gelijk laten tonen als kijken. Ik heb inzicht en ik weet dat en ik heb het zelf ook meegemaakt. Mensen die van heide en ver komen en zich komen bemoeien met je werk. En ze hebben geen nederige houding. Weet je wel, ga als je ergens anders naartoe gaat. Of als je ergens binnenkomt in een huis van God. Ga niet gelijk naar het leiderschap en vertel jouw mening. Het is echt minder, jouw mening is echt minder belangrijk dan jij denkt. Het draait namelijk helemaal niet om jou. Weet je, mensen moeten echt beseffen dat het niet altijd gepast is om ergens binnen te komen en gelijk voor zieken te gaan bidden en jezelf gelijk te profileren in de gaven van God. Wees gewoon eerst dienstbaar en nederig. Kom gewoon met een open houding om te ontvangen. Dat toont, dat toont karakter, dat toont een kenmerk van een ware dienstknecht. Het zijn niet de mensen die zich zelf profileren of zelf erbovenuit willen laten steken of zelf een mening willen geven over iets. Hou je mond. Ga gewoon eerst eens leren om te dienen en nederig te worden. Halleluja. Dus nederigheid. Word nederig. Halleluja. Dan zal je verhoogd worden, zegt het woord van God. Oké, okay, ik zit al volgens mij best ver over mijn tijd. Oh, zegt ze, valt mee, valt mee. <laughs> het gaat nog net. Anders pak ik volharding de volgende keer. Pakken we gewoon erbij. Met Tom erbij. Vind ik ook wel gezellig. Gaan we samen volharden? Tom, ik nodig je uit. We gaan volharden. <laughs> we hebben daar genoeg over te vertellen. En um, dus ik heb zoiets. Van, ja, ik kan het nu wel afraffelen. Maar hier heb ik ook weer tijd voor nodig. Dus ik ben toegekomen aan één ding. Maar wel één heel belangrijk ding. Dus wat heb ik behandeld? Ik heb gezegd: een ware dienstknecht van Christus. Een ware dienstknecht van Christus. Uh, zijn mensen die hun leven op het altaar hebben gelegd. en het daar ook houden. Niet als het heet wordt, toch eraf gaan. Maar wanneer je volledig bent overgegeven. je bent als ware een gevangene geworden. vanuit vrije wil gevangene van Christenen, een slaaf van Christus om te doen wat hij wil dat jij moet doen. Een ware dienstknecht. zijn mensen die leven vanuit hun wedergeboren geest. Die geplant zijn aan de stroom van levend water. Die hun wortels hebben vanuit de hoogste roeping. Eén zijn met Christus. Dat is het belangrijkste. Dat is de tweede focus. En het derde wat ik gedeeld had... is dat de eerste kenmerk die ik nu behandeld heb... is nederigheid. Is nederigheid. En ik geloof echt... dat deze dingen je zullen helpen om te groeien in het kenmerk van een dienstknecht van God. Daarom daag ik je uit om gewoon eens je hart binnen te gaan... en af te vragen, oké, okay, ben ik echt een nederig persoon... of heb ik gewilde nederigheid in mijn leven? Ben ik echt gecommit... En heb ik een focus om één te zijn met Jezus? Hoe ziet mijn intimiteit met Jezus eruit? Hoe sterk is echt mijn identiteit in Christus? Of zijn het nu gewoon nog echt woorden? Of moet ik mezelf gewoon meer vernederen? Wil ik gewoon de tijd nemen om mijn knieën te buigen? Of moet ik gewoon nog rotzooi, afwijzing, minderwaardigheid. al die dingen die opstaan tegen de, tegen de kennis van God, want het zijn maar simpelweg leugens. om dat eens af te leggen? Ga jezelf eens reflecteren. En kijk jezelf in de spiegel en zie naar Christus en ontdek wie jij bent echt in Hem. Zodat je de andere dingen gewoon af kan leggen. Zodat je gaat groeien in de gave en het karakter van de Heer Jezus Christus. Zodat je steeds meer gaat lijken op Hem. Zodat je die ware dienstknecht gaat zijn. Vanuit een hart van, van een echte ware identiteit, vanuit een sterke identiteit, je bewust ervoor kiezen om jezelf over te geven. Dat is superkrachtig, want dan is het niet meer. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En dat is de kracht. En dat zal je autoriteit gaan vergroten, dat zal je gebied gaan vergroten, dat zal je bediening als een raket omhoog laten gaan. Dan zal je gaan groeien, dan zal je opkomen, dan zul je, je niet meer in je komen en je gaan. Je zult niet meer, zult niet meer naar beneden gaan, maar enkel op. Je zal enkel opgaan en niet meer naar beneden. Dus wat de Bijbel zegt, de nederigen zullen opgaan en nooit meer naar beneden. Dus weet je, daar wil ik je mee zegenen. Ik hoop dat je gezegend bent. Pak een beet, ga ermee aan de slag. En de volgende keer gaan we verder met een volgende aflevering van Voice of Fate: over de kenmerken van een dienstknecht van God. Ik wil je vanaf hier zegenen. Voor deze avond, zegenen in je leven met God. In alle facetten van je leven bid ik dat de Heilige Geest sterk werk, een sterk werk door je heen zal doen. En dat de ware dienstknecht van God zal opstaan in jou, zodat jij je leven als een levend offer zal overgeven. En dat we vele vruchten door jouw leven uh, zullen zien komen. Door de glorie en de heerlijkheid van God. Zodat het lichaam tot een krachtig lichaam zal worden. Tot een getuigenis voor al de volken. In Jezus' naam. Hallelujah. Amen.